Schipper, ik wil varen. Schipper, neem mij aan. Ik wil de zee bewaren, met u de plas op gaan. Ahoy, 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 met u de plas op gaan. Ja, we staan hier op de Palendijk. Achter mij een schitterende locatie voor de zeeverkenners Kai Noya uit Amersfoort. En er staat hier enorm wat te gebeuren. En degene die er alles vanaf weet is Arnold van Barreveld. Arnold, we zijn hier op een mooie locatie. Vertel, wat staat hier allemaal te gebeuren? Wat staat hier te gebeuren? We staan voor het moment van de opening van onze nieuwe steiger. Ja. Die ligt daar. We liggen hier al 42 jaar. En 5 jaar lang zijn we bezig met het waterschap aangaande de dijkverbetering. Want dan zouden we onze steiger op het droge komen te liggen. Ja. Dus we hebben afgesproken dat met de dijkverbetering er ook een nieuwe steiger zou komen. Nou, het resultaat is nu hier. En dat willen we graag vieren door een officiële ingebruikname. Ja. En een doop van de steiger. Ten slotte, je doopt eigenlijk alleen maar boten. Ja. Ja. Maar de steiger drijft ook. Okay. Dus zeiden we een mooi gebruik. Ja, jullie zitten hier al vele jaren. Vertel even iets over Kai Noya. Wat doen jullie? Wat zijn jullie? Kai Noya is een scoutinggroep, padvinders zoals ze dat vroeger van oudsher noemden. En we bestaan al 106 jaar. We zitten officieel in Amersfoort, maar we zitten met de zeeverkenners al 42 jaar hier aan de dijk. Okay. Dus we hebben al 42 jaar een verbintenis met de gemeente Bunschoten-Spakenburg. En nou is een heugelijk moment, want eventjes, wat was het eerst? Dit is wel heel luxe en mooi. Wat was het eerst? Eerst was het een aanlegplek voor 2 boten. Er waren 2 planken met een paal in de grond en daar lagen 2 boten aan. En er was toen een heel klein beetje riet. En naarmate de jaren vorderden werd dat riet meer, werd de steiger steeds groter. Tot de jaren 80, toen hadden we hier 7 of 6 lelyflatten liggen. En daarna kwam de sleepboot en de 7e lelyflat en daarna nog een schouw. Dus uiteindelijk hebben we plek nu voor 10 boten. Er liggen er nog een paar in onderhoud, moet nog nieuwe bodem in, dat soort werk. Maar we liggen hier dus al vanaf 74, 75. Ja. Eventjes, dan komen jongelui die komen hier naartoe. En wat is dan de bedoeling van zo'n middag? Het is nu zaterdagmiddag. Wat doen jullie dan met die flats en met die boten? Dan gaan we zeilen, dus die jongens leren zeilen. Ze doen speurtochten op het water, ze varen naar de dode hond, doen daar activiteiten. Leren de natuur kennen en vervoeren zich op de kracht van de natuur. Hè. Dus dat is echt scouting. Ja. Kom je uit de fiets van Amersfoort over de Eemdijk hier naartoe om een middag goed bezig te zijn? Ja, dat klopt. We varen altijd zaterdags hier. En vrijdagavond zijn we in Amersfoort. En zaterdag moeten we dus fietsen vanaf Amersfoort hierheen en weer terug. Heel in het begin, 72, 73, lagen we in het Raboes. Ja. En dat was nog 6 kilometer meer fietsen heen en weer 6 terug. Dus dit is eigenlijk al luxe. Het is goed voor de jongens, sportief bezig zijn, lekker moe thuis, helemaal ideaal. Even het moment dat er staat aan te komen, het wordt allemaal in gereedheid gebracht. De wethouder Willem Heijnen die komt het hier net een handeling verrichten. Is er nog iets bijzonders, kun je er iets van vertellen? Ja, ik kan er nu wel iets van vertellen, hij is er toch nog niet hè? En dit wordt later uitgezonden. Het is zo dat we willen de steiger dopen. We hebben daar een installatie gebouwd van een riem. En de fles zeg maar, die slaat dan kapot tegen de steiger aan. Okay. Het is trouwens een fles van suikerglas, dus dat lost netjes op. Want we hebben een mooie nieuwe plek. Moeten nog wel eens jongens even wat voor de boot overboord stappen. Dan wil je niet dat ze in het glas stappen. Nee. Dus het is de bedoeling dat we op dat blok zeg maar de lijn doorhakken. We maken er een dubbele lijn van, zodat als ik hem hak, maar ook de heer Heijnen hem hakt, dat we met gezamenlijke inspanning die fles, dus mooie samenwerking. En, ja. Even nog over jullie aantal. Stel dat ik mijn zoon of dochter hier naartoe wil laten, kan die dan zo lid worden? Die kan lid worden, ja. Ja, we hebben een wachtlijst, alleen voor de zeeverkenners is die op dit moment niet. We hebben namelijk in Amersfoort een nieuwbouw, want we hebben in 2009 een brand gehad. Ja. Dus we zijn dat nu aan het afronden. De nieuwbouw staat er bijna. In hetzelfde jaar dat nu ook de steiger er is. Maar dat is heel veel werk en dat heeft er ook zijn weerslag op de jongens gehad in de afgelopen jaren. Dus dit jaar, dus nog voor de zomervakantie, gaan ze in het nieuwe gebouw. Okay. En dan hopen we ook weer te kunnen groeien, zodat
De boten die nu voor onderhoud liggen, die zijn ook een klein beetje buiten gebruik. Is ook niet erg, dan kunnen we er groot onderhoud aan plegen. En nou, de aanwas begint al te lopen, merken we al, alleen nog al door de nieuwbouw. En misschien door de nieuwe steiger, dat het nog weer beter wordt. Nou, we zijn benieuwd. We gaan getuigen zijn van een mooi moment. Jij, ontzettend veel succes met de steiger en met de jongens die lekker het water op gaan. We wachten het moment af als wethouder Willem Heijnen straks hier de officiële handeling komt verrichten. Want het is een mooi moment voor de mannen en de vrouwen die straks weer het water op gaan. Dus blijf bij ons, want het wordt een prima moment. Nou, we hadden een doos met 12 flessen. En dit is de laatste die nog heel is. Zoveel hebben we geoefend. Wat hebt gij in uw ransel dat mij van dienst kan zijn? Dus ik vind het aangenaam dat we hier zijn. Dat deze steiger nu in gebruik genomen mag worden. En ik wens jullie als scouting allemaal veel genoegen van dit verhaal. En ik wens jullie een fijne toekomst. En ik wens jullie en ons samen, en met Staatsbosbeheer, en met het waterschap, want we hebben allemaal elkaar nodig in dit leven, een goede samenwerking met elkaar. Ik zou zeggen, het allerbeste en veel succes met de nieuwe steiger. Dank u. Dank u wel. En zou ik willen overgaan tot de doop. Op de manier zoals we net hebben gezegd. Ja? Oké, dank u wel. We zetten gewoon in. Hij is scherp aan het rijden. Pas op. Is die scherp? Hey, even kijken. Ik kan er zo vanaf. Ja, achter beide een lijntje pakken, dan zou het moeten gaan. Ja, 1, 2, 3. Yay! En jullie vragen die keihard in elkaar. Izika! 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 Wij willen meer! Wij zijn de eigen drijver, we zijn de nieuwe steiger! Yes! Wat hebt gij dan te bieden, dat mij van dienst kan zijn? Een krijgske vol genever, een vatse met brandewijn. Kom hier maar, laat ons klinken, geef hier die brandewijn. Je hebt al wat ervan doen, is dan een goed matroos te zijn. Schipper, ik wil varen, schipper, neem mij aan. Ik wil de zee bewaren, met u de plas op gaan. Ahoy, 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 met u de plas op gaan.